Nou, het gaat om de relatie tussen mens en werk. En mensen besteden heel veel uren aan hun werk, normaal gesproken. En als bedrijf geef je daar natuurlijk een beloning voor, een salaris. Dus je verwacht dat mensen presteren, dat ze een prestatie leveren. Tegelijkertijd, ja, mensen brengen veel tijd door in hun werk. Dus hopelijk hebben ze het ook gewoon naar hun zin. Ja, is er ook, hebben ze plezier, hebben ze waardering van collega's, genieten ze daarvan. Dus dat plezier, dat noemen wij dan in ons vak welbevinden, well-being op zijn Engels. En dus eigenlijk wel de essentie van het boek is toch een soort gebalanceerd perspectief. In de zin van, kunnen we nou een goede balans vinden tussen enerzijds die prestatie en anderzijds het welbevinden van medewerkers. Want als je plezier voelt in je werk, dan ben je meer betrokken. Dan zet je ook meer in en het is gewoon voor iedereen veel beter. Het voorkomt stress, het voorkomt burn-out. Het is typisch, typerend ook voor het boek, maar ook voor onze aanpak bij het departement Human Resource Studies in Tilburg University. Is toch die gebalanceerde benadering proberen tegelijkertijd die prestatie en het welbevinden te optimaliseren. Maar is er een verband tussen bedrijfsresultaat en HR-beleid? Ja, eigenlijk sinds de jaren 80, begin jaren 90, doen we heel veel onderzoek, nationaal, internationaal, de relatie tussen human resource management en het presteren. En dat gaat natuurlijk een beetje schoorvoetend, met stapjes verbetering, maar langzamerhand kun je zeggen dat er wel degelijk harde bewijsvoering is voor een oorzakelijk verband tussen de kwaliteit en inrichting van het human resource management en het presteren van bedrijven en medewerkers in die bedrijven. Dat kunnen we zelfs verwoorden in keiharde euro's of dollars of wat voor valuta dan ook. Dat noemen we HR Analytics. Wat wordt er precies gemeten? Welke factoren zijn van invloed op de prestaties van ondernemingen? Nou, er zijn natuurlijk een heleboel factoren, maar vanuit de optiek van Human Resource Management, dan zie je een duidelijk verband tussen, laten we zeggen, meer betrokken werknemers. En vervolgens het effect daarvan op productiviteit, op nauwkeuriger werken, meer klantvriendelijk. Dus het sleutelwoord is eigenlijk betrokkenheid. En dat kun je dus stimuleren, bijvoorbeeld door de stijl van leiding geven, door mensen meer inspraak te geven, meer autonomie in het werk. Door een goed sociaal beleid, human resource management, in de vorm van goede arbeidsvoorwaarden, goede regelingen, beloningen die stimuleren, noem maar op. In uw boek wordt ingegaan op de performance van grote bedrijven en hun HR-beleid. Ja. Kunt u een voorbeeld geven van hoe het wel of hoe het niet zou moeten? Nou, we hebben onderzoek gedaan bij de Rabobank. En daar was op een gegeven moment een verandering in het HR-beleid. In de zin van meer gericht op kwaliteit. Het vergroten van de doelgerichtheid van medewerkers. Beter sociaal beleid. En het mooie in zo'n organisatie is, dan heb je een aantal vestigingen. Ongeveer destijds 130 vestigingen die vrij waren om dat nieuwe beleid al dan niet in te voeren. Dus met bepaalde gradatie van volledig of maar een deel of helemaal niet. En al naar gelang die vestigingen dat dus meer invoerden, dat andere beleid, zag je een betere bedrijfsresultaat. En in totaal bij volledige invoering konden wij maar liefst bijna 18% van de winstgevendheid van de Rabobank verklaren. Nou, een ander voorbeeld is Scania, wat ook in het boek zit. Scania, de fabrikant van grote trucks. En ook daarin zie je heel duidelijk die gebalanceerde benadering. Ze hebben daar bijvoorbeeld fit for duty. Dus iedereen moet kunnen doorwerken tot aan 67. En zij passen dan gewoon de werkplekken van degenen die niet meer zo goed mee kunnen komen. Die moeite hebben met tillen of met bepaalde bewegingen. Passen ze aan. Dat noemen ze dan gesterde werkplekken. En op die manier maken ze het mogelijk dat er niemand vroegtijdig zijn baan hoeft te verlaten, maar kan doorwerken, weliswaar in aangepaste vorm, tot aan 67. Nou, dat is ook een heel mooi voorbeeld van die gebalanceerde benadering. Je levert een prestatie, maar we houden rekening met je omstandigheden en we zorgen ervoor dat je dat werk toch goed kunt doen. Nou, de ontwikkeling is dat eigenlijk wat je ziet in het vakgebied, waar ook HR-managers mee te maken hebben, is een steeds groter accent op, kun je nu van tevoren aangeven of een bepaalde HR-interventie, bijvoorbeeld een bepaalde aanpak qua training of een ander soort systeem voor het beoordelen van het functioneren of een andere aanpak voor het geven van feedback. Nou, daar gaat vaak gaan daar kosten mee gepaard. Kun je nu van tevoren als HR-manager onderbouwen, dus de bedrijfscase maken,
dat het inderdaad effect zal hebben. Ja, wat een plan voor management development of een training voor onder verkooppersoneel van je vestigingen. Kun je nu van tevoren aannemelijk maken dat het inderdaad zal gaan leiden tot grotere verkoop of tot meer betrokkenheid van medewerkers. Dat is een nadrukkelijke richting. En die wordt inderdaad ondersteund door de hele benadering van HR Analytics. Bij HR Analytics is in feite niks anders dan het verband leggen tussen aanpakken, interventies van human resource management en hoe dat doorwerkt op prestatie, houding en betrokkenheid van medewerkers. En daarin maken we echt grote stappen. Hoe vindt u dat bedrijven staan tegenover deze HR Analytics? Staan ze er open voor of zijn ze er bevreesd voor? Ik zie een enorme gretigheid voor die HR Analytics. Niet alleen maar vanuit de HR managers zelf, maar ook juist vanuit de bedrijfsvoering. Vermaakt het vakgebied maar wat harder, wat concreter. En laat ons zien waar we moeten meten, wat zijn de aanpakken. Dus wij worden echt bestookt met vragen vanuit de praktijk van kun je ons helpen met HR Analytics.